Bij een verkeersongeval op het Julianaplein zijn gisteren 3 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zaten in een auto die stilstond in een file. Een 62-jarige automobilist uit Frankrijk zag dit te laat en kon een aanrijding niet meer voorkomen. De 3 slachtoffers moesten door de brandweer uit de auto gehaald worden. Het ging om een 45-jarige vrouw uit het Friese Stiens en 2 kinderen van 13 en 16 jaar. Ze zijn met nek- en rugklachten overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval kwam het verkeer enige tijd vast te zitten. Er komt een 3e onderzoek naar de bomen aan de singels in de stad. Dat gebeurt op de 9 bomen die sowieso moeten verdwijnen. Deze bomen worden niet omgezaagd, maar omgetrokken. Volgens de gemeente valt er meer informatie te verzamelen over de ziekte van de bomen als ze omgetrokken worden. Die informatie is van belang om te kijken of er meer bomen gekapt moeten worden. Veel kastanjes aan de singels blijken ziek te zijn of de wortels zitten niet diep genoeg in de grond. Het onderzoek naar de bomen is gestart nadat een stadjer overleed toen een tak bovenop hem was gevallen. Groot feest vanmiddag in de Oosterparkwijk. Het vernieuwde Jobterrein werd namelijk geopend. Het is een plein bij de Klaprooslaan dat voorheen dienst deed als parkeerplaats. Doordat het Oosterparkstadion is verdwenen, had het plein geen functie meer. Samen met de bewoners zijn er plannen gemaakt om van het plein een centrale plek in de wijk te maken. Daarin waren een plaats om elkaar te ontmoeten en vertier te hebben belangrijke uitgangspunten. En dat lukte vanmiddag goed. FC Groningen-speler Andreas Granqvist verruilt de Euroborg definitief voor het stadion van de Italiaanse voetbalclub Genoa. De centrale verdediger speelde 3 jaar voor FC Groningen. De transfer naar de Italiaanse club levert FC Groningen 2 miljoen euro op. Granqvist heeft een contract getekend voor 4 jaar bij Genoa.